De Associatie van Surinaamse Fabrikanten, ASFA, heeft vanmorgen een Memorandum of Understanding getekend met een aantal partners. Het zijn 6 afzonderlijke MOU's die getekend zijn met partners uit de private sector. De instanties waarmee de ASFA een MOU heeft getekend zijn de Associatie van Binnenlandse Industrielen, ABI, de Coöperatieve Vereniging Pluimveeboeren in Suriname, CVPS, de Surinaamse Hospitality and Tourism Associatie, de SHATA, het Surinaams Standaardenbureau, het SSB, en de Vereniging van Surinaamse Melkboeren, VSMB. Volgens Wilgo Belkerdijk, voorzitter van de ASFA, zal met deze samenwerking worden nagegaan hoe de private sector zowel de individuele als collectieve doelen kan realiseren. De bedoeling is dat we zeker vanuit de ASFA, dat is een van de voorname zaken, ASFA zit in principe in veel formele organen. En dat willen we een beetje uitbreiden, dat we dus eigenlijk meer contact hebben met andere gelijkgerichte organisaties die niet die mogelijkheid hebben om toegang te hebben bijvoorbeeld in de SER, de Staatsraad, Arbeidsadviescollege, Standaardenbureau en dergelijke organisaties waar de ASFA formeel bij betrokken is. Het is een van onze belangrijke voornemens, omdat we dus absoluut niet willen missen dat de private sector in feite, dat delen van de private sector worden gemist in eerste instantie. Maar we willen zeker niet hebben dat de private sector op tijd wijlen. In principe, bijna kun je zeggen, soms wel eens wordt uitgespeeld naar elkaar toe. Dus voor ons is het van belang, zeer van belang, dat we deze MOU's tekenen. En zoals ik al eerder aangaf, het is de bedoeling om dus nu collectief een x aantal zaken verder te doen. Wilgo Belkerdijk, voorzitter van de ASFA. Met de ondertekening van de MOU's zal samengewerkt worden om de Sustainable Development Goals, SDGs, te bereiken.